Jongens, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dino's hier op Ilko Gaming. Ik kreeg zojuist de boodschap Cultivating Field. En dat betekent dat wij op dit moment door onze Culture Vet heen zijn. En we een nieuwe moeten maken. Willen wij nog een Brachiosaurus krijgen. We hebben wel heel aardig twee nieuwe DNA ervan gekregen. Fern Sheets kunnen we niet in de analyzer stoppen, maar ik weet niet waar we die in kunnen stoppen. Brachiosaurus doen we even terug hierin. En we gaan een nieuwe Culture Vet maken. Culture Vet, wat hebben we daarvoor nodig? Culture Vet. Daarvoor hebben we nodig Water Bucket, Cactus Green en 3 Iron Ingots. Hebben we nog Cactus Green? Die zit natuurlijk niet hierin. Die zit natuurlijk hierin. En we hebben nog 2 Cactus Green, die gaan we er eventjes wat bij halen. Want we zien hier ook nog wel vast wat Iron Ingots in. En we hebben hier ook nog wel wat buckets in. Maar die moeten we ook eventjes wat nieuw maken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maakt in totaal 3 buckets. En met die 3 buckets kunnen wij hier zo meteen water halen. En ik stel voor dat we dat niet aan de voorkant doen bij onze dino. Maar aan de achterkant, hier bij ons vijvertje. Waar we tegelijkertijd nog wat inktvis hebben zitten die we graag meenemen. Nog wat andere inktvisjes. En wat van deze. Oh, komt u maar. Living Nautiluses. Welke we graag als voedselbron kunnen gebruiken voor onze Pterosaurus. Ik was even op zoek naar het woord. Terug naar binnen. 1 water bucket. Nee, dat is niet genoeg. 2, 3. Hoppa. 3 water buckets graag. Terug omhoog en weer naar binnen. Om cactus green dingen te maken. 1, 2. 1, 2, 3. En dit had een culture vet moeten maken. En ja, dit is toch de recipe. Cactus Green, Iron Ingots. Dit had volgens dit ding van die zaakjes moeten maken. Why you no work? Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat ik het probeer te doen in een andere workbench? Dat zou zomaar kunnen. Nou, laten we in eerste instantie nog wat extra cactus green bijhalen. En die komt goed uit. Want we hebben hier een aantal cactussen zitten die we kunnen neerhalen. Hop, hop. Nee, niet daar. Daar zetten we mooi overal cactussen neer. Deze cactussen gaan we koken. En gaan wij ombouwen tot cactus green cactuses. Oké. Als wij hier het recept in doen, heeft hij er dan wel zin in? Helaas ook niet. Ik weet niet wat er mis mee is, maar ik denk dat we deze even in cheat mode moeten doen. Why you no work? Why you broken? Helaas. It does not seem to work. Oké. Ondertussen kan ik jullie dit laten zien. Ik heb hier bovenop een mooie timer gemaakt. Want, kijk, hier, dit is een timer. Een klok die je één keer aanzet met een redstone signal. Wat doorgaat, wat hier zo rondgaat, pliep. En dan gaat hier heel rustig doorheen, kijk. Heel rustig doorheen. En dan hier geeft iedere keer even een signaaltje aan een van deze buizen. Om nieuw glas eruit te halen. Net zolang totdat het glas op is. We hebben op dit moment een hele hoop glasbloks erin zitten. En die willen we graag hierin hebben zitten. We hebben hieronder hebben we een aantal hoe heet het nou zitten? Van die toeters, zeg maar. Van die toeters. Om te zorgen dat het in de kist gaat. Maar daarvoor hebben we ook andere dingen nodig. Anyway, ik denk dat we heel even zo game mode creative moeten doen. Dan moet je zeggen, oké, prima.
we willen nog een paar van die culture vets hebben. En wel 18 om precies te zijn. Op 18 stuks. Dan gaan wij deze 18 weghalen. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En dit zijn er te weinig. Extra iron ingots nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebben we nodig. En voor de verder is de water buckets verdwijnen vanzelf. Dus deze mogen weg. Water buckets hoeven niet weg. Die mag weg, anders zijn er te veel. En dan kunnen we slash game mode survival. Kunnen we deze weghalen. En hebben we ze toch semi-legit verkregen. En zo maak je 18 culture vets. Nou, culture vets er terug in. Brachiosaurus er weer uit. En hier er terug bij in. Melk erin. En we hebben een Brachiosaurus ei al. Kijk eens aan. Wij kunnen nieuwe dino's maken. Oh yeah. Brachiosaurus erin. Melk erbij. En ik zeg, waar gaan we die Brachiosaurus neerplaatsen? Daar gaan we hier een mooi hokje voor maken, want dat gaat een grote jongen worden. Ja, die moeten we goed bedenken waar we die neer gaan zetten, want dit gaat een hele grote dino worden. Dus, waar gaan we jou plaatsen? Hello, oh hello Elko Vlogging, was it? Ellie de Gord, good day to you Elko Vlogging, good day to you Ellie as well. Ik denk dat ik mijn Brachiosaurus hier ga plaatsen. Hallo, dag meneer de spin. En hier hebben we nog een zombie. Oh my god, we hebben een gaai zombie. In een purple armor. Kijk hier hoe fabulous hij is. Oh my god, en we hebben hier ook nog een skeleton zitten. Hi, oh, schiet me zo uit de lucht. Wat een scherpschutter ben jij toch ook. Oké. Ik vind hier achter wel een hele mooie plek voor onze Brachiosaurussen. Ik zeg plaats en plaats. Nou, kwestie van wachten. We kunnen ons dus hier nog wel wat zombietjes weg gaan halen en creepers. Vooral die creepers. Daar heb ik weinig zin. Komt u maar. Eppa, dood jij. En dood jij, en dood jij, en dood jij. Goed zo. Jezus, doe ik bij jou maar 4 of 5 damage? Is ook niet veel. En een koetje, en daarachter nog een creeper. Eerste koe. Koe. En hoe staat onze met ons eitje? Hoe staat die met ons eitje? Ons eitje doet het goed. 29%. Kijk eens aan. Ondertussen hebben we hier meerdere creepers zitten. Boom. Tss. Boom. We hebben hier een skeleton op een spin. En we hebben hier nog een andere creeper zitten. Waar we allemaal geen zin in hebben. Dus die halen we neer. Die blazen we lekker rustig op. Hierachter hebben we nog meer skeletons zitten. En zo wordt dit een mooie skeleton fight. Skeleton, spider, 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 skeleton, skeleton. En ik win. En creeper. En ik win alweer. Oké. Ondertussen gaan we nog weer heel eventjes terugkijken bij onze Brachiosaurus. Deze jongen, die wordt erg groot. Die wordt echt gigantisch. Dat is helemaal niet erg. Want we hebben hier genoeg ruimte. Hé. Hey, ga aan de kant. Kleintje. Hey. Maar hij gaat ook dingen plat stampen. Dag meneer Skeleton. Goeiedag. En dat is hier wat minder misschien. Aangezien hij hier ook zeg maar in de buurt van... Oh, oh, niet, oh. Oh, 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 jij dropt een wortel, die heb ik nodig. Waar is de wortel? Ik heb de wortel. Hij gaat ook dingen plat stampen en dat is wat minder goed. Dat kan ik helemaal niet gebruiken.
Oh my god. En dit begint ook wel een klein beetje spannend te worden. Want eens even kijken hoe het staat met onze Brachiosaurus. Auw. Auw. Oh! Daar is onze Brachiosaurus. Jongens, kijk eens eventjes aan. We hebben een prachtige Brachiosaurus hier en we zijn bijna dood. Woehoe! Oké, terug naar huis. We hebben een Brachiosaurus rondlopen en ik vind het prima. Hij loopt wel vrij in het wild rond. Dat is misschien niet het beste plan wat ik ooit gehad heb. Tijd voor eten. Tijd om even voedsel te gaan halen. Dat is misschien niet zo heel handig om die in het wild neer te zetten. Als hij daar alles plat gaat stampen. Eens kijken. Voedsel. 8 cooked pork chops. Hallo. Steek hier ook eentje zijn neus er even doorheen. We hebben hier nog wat andere dingetjes. We hebben hier nog potatoes. Carrots. Dit mag allemaal. Leather, bones, raw beef. Allemaal hier. En de cooked pork chops gaan wij opeten. Want we hebben honger. Oké. Ik denk dat ik heel even ga slapen. Zodat het dag is. En dat ik de wortel en de potato. Hallo. Je bent ook aan het sliepen. Kan plaatsen. Goedemorgen, hoe gaat ie? Oh, deze is ook nog steeds aan de gang. Ja, jij vangt gewoon je eigen eten. Jij vangt gewoon je eigen eten. Je hebt helemaal niks nodig. Pam padam padam pam 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 pam. Wortel en... Even kijken. Wortel en aardappel. Hoppa. En we kunnen hier eigenlijk nog wel wat meer weed weghalen. Want dat hebben we nodig om onze Brachiosaurus te voeren. Want volgens mij draait die ook op weed. Ons wild loslopende Brachiosaurusje. Keischattig. Nog. Nog keischattig. Straks niet zo schattig meer. En vooral... Heel erg groot. Oké. Baby, don't be Pikmin for the win. Baby, don't be Pikmin for the win. Baby, don't be Pikmin. Baby, don't be Pikmin. Baby, don't be Pikmin for the win. Baby, don't be Pikmin for the win. Baby, don't be Pikmin for the win. Baby, don't be Pikmin. Baby, don't be Pikmin. Baby, don't be Pikmin for the win. Plaats ondertussen deze weer terug. Dan hebben we straks een mooi wheat field. En 4 over. Ik hoor een slime. Hallo, dag meneer de Brachiosaurus, baby Brachiosaurus, hoe gaat ie met jou? Heb je honger hier? Oh, je houdt nou ook van me. Oh, dat vind ik lief. Hier, voedsel. Hoeveel voedsel kan jij eten, man? Wauw. Oké, niet zo chagrijnig jij. Up. Kan ik jou bereiden? Oh my god, je bent rideable. Ik kan jou rondorderen met een stick. Oh, en jij eet appels, suiker en... andere dingen. Je eet helemaal geen... Maar je breed waarschijnlijk wel... met deze dingen, aangezien je een soort van koe bent. Een soort van hele grote koe. Zeg maar. Hebben we nog meer sugar canes? Volgens mij niet. Ja, dat wordt lastig. Dat wordt op zoek naar sugar canes. Hebben we hier nog boos? We hebben hier nog boos. 1, 2, 3. Pijltjes erbij. Water hier in buckets. Dirt daarin.
Sushu daarin. Woel daarin. En deze hierin. En Weed daarin. Oké. Deze is ondertussen leeg. Krijg je blood. Kijk even die mooie bloeddruppeltjes van maken. Briljant. Kan je die eten? Eeuw, je kan ze eten. Is niet heel goed volgens mij. Health boost. Really? 160, hoeveel gaat eruit? Oh, daar was hij. Oké. Nou. Ik denk dat ik deze er maar weer even terug in plaats. En we hebben een health boost. Oké. En we hebben 37. Dan hebben we hier ook een awkward potions. Kunnen we er nog bij knikkeren. God tier. Dit zijn potions of poison. Dit zijn awkward potions. En als we daar een ghast hierbij knikkeren, worden het. Geen idee, maar in ieder geval geen. 1, 2, 3. Oh, 4. 1, 2, 3. Net dan word je erbij. Wat worden het? Potion of Regeneration. I like. Oké, glass bottles mogen hierin voor mij. Heb ik niet nodig. Kunnen we deze enchanten? Nope. Kunnen we deze enchanten? Nope. We hebben niks aan de 37 levels die we bij ons hebben. Ideaal. Wat ging ik eigenlijk doen? Ik weet het niet meer. Wat ging ik ook alweer doen? Wat kan ik nog doen in de dino-wereld, jongens? Ik weet niet. We kunnen nog wat meer brachiosaurusjes maken. We kunnen nog meer brachiosaurusjes maken. Daar vind ik een... Gaat open. Zit hem open nu. Vind ik een heel goed plan. Brachiosaurus. 1, 2. En... Toen. Smilodon. Wil ik ook nog wel twee hebben. 1. En 2. Smilodons. Oké. Nou, dat worden straks 3 brachiosaurus. Ik weet, hoop niet dat ik er spijt van ga krijgen, jongens. Want als dat wel zo is, dan heb ik een probleem. 3 dikke brachiosaurus rondlopen. Hello, Ellie en Matthew. Hier straks 3 dikke brachiosaurus rondlopen en niemand om ze te controleren. Blijf vriendelijk, jongens. Blijf vriendelijk. Oh, we hebben een brachiosaurus. Oh my god, we hebben 2 brachiosaurusjes. Kijk hier. Oh, ze zijn hongerig. Om nom. En we moeten wat extra boompjes gaan plaatsen. Ik zie het al. Kijk eens wat een helden. Jongens, en een screenshotje erbij natuurlijk. Voor onze brachiosaurus vriendjes. Ja, jullie pakken zelf je eten. Dat is wel makkelijk, maar dan moeten er wel wat meer boompjes in de buurt zijn. Hey, baby brachiosaurus. Je bent gewoon net zo groot als mij. Dat is grappig. Nou jongens, en met die nieuwste aanwinst voor ons dino-park ga ik deze aflevering voor gezien houden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar dino's hier op Ilko Gaming. Laat een duimpje omhoog achter als je meer dino's wil. En een comment als je nog leuke comments, berichtjes wil achterlaten. Ik ga ondertussen het laatste stukje sushi pakken en naar mijn pterosaurus toe brengen, zodat die ook blijft leven. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer weer bij meer dino's hier op Ilko Gaming. Bye bye.